misschien ook wel begrijpelijk hoor, dat de gemeente zegt van, dat vinden we ook gewoon best wel heel avontuurlijk, heel spannend om het op die manier te doen. En we hebben onvoldoende zekerheid, misschien hebben die ook, zoeken we die ook wel bij het Rijk, hè, bij de Rijksoverheid, dat dit juridisch gezien kan. Ik ben zelf jurist en mijn ervaring met juridische dingen is dat eigenlijk alles wel kan. Alleen dat soms je lievelingsoptie niet per se het makkelijkst te organiseren is. Dus dat de kans dat dit 30 jaar gaat lukken met de inwoners, die kans is veel groter dat dat lukt, dan wanneer dat bij de gemeente of bij de provincie of bij een organisatie ligt. Dat weet je wel zeker. Dat weet je wel zeker. Ik gehoord, er zijn vier, vijf juristen is advies van ingewonnen. En volgens mij is er, tenminste dat is mijn beeld tot nu toe, maar zeg het vooral als ik dat verkeerd begrepen heb, maar is er geen harde nee geweest. En er zijn meer termen gebruikt als het is een avontuur. Dus dan zou ik zeggen, ga hier vooral mee door. Hè? Als er geen hard nee komt van een jurist, nou, dan zijn er mogelijkheden. Wat kan het de provincie schelen, zeg maar? Als je het zou willen proberen, ga je gang, toch?